Toen Anna Drake 4 jaar geleden de documentaire Plastic Planet zag, besloot ze plastic uit haar leven te bannen en ecologischer te gaan leven. Sindsdien consumeert ze veel minder en maakt ze haar eigen schoonheids- en poetsproducten, waarvan ze de receptjes deelt op haar blog. Want stijlvol en ecologisch gaan volgens haar echt wel samen. Anna bundelde haar beste ideetjes en tips in een boek dat in september uitkwam. En daarover gaan we het met haar hebben op de boekenbeurs. Als ik je nu 5 jaar geleden was tegengekomen op straat, was het dan een andere Anne die er anders uitzag tegenover nu? Ben je anders gekleed, een ander stijl? Nee. Ik ben nog altijd dezelfde Anne. Alleen als je mij vroeger op straat was tegengekomen, dan reed ik waarschijnlijk in mijn grote dieselwagen, waar ik dan altijd alleen in zat. En dat was ook zoiets, ik dacht, ja, dat klopt niet. Hè. En ik rijd nu mijn klein elektrisch stadswagentje en ik ben gelukkiger dan ooit. Ga je nog op reis dan? Want dat is toch ook wel niet zo ecologisch altijd? Ja, dat is een goede vraag. Veel mensen vragen dat van, je probeert dan alles zo goed te doen, maar ja, reizen, wat is dat dan? En ik heb dat lang niet geweten. Ik heb ook een lezing bijgewoond van een organisatie, Green Tripper heette die. En daar kan je je vlucht CO2-neutraal maken. En een voorbeeld is bijvoorbeeld als je naar die website gaat en je wilt je vlucht van Brussel naar Malaga CO2-neutraal maken, heen en terug, kost dat €8. Ja. En van dat geld doen ze allemaal duurzame projecten in Afrika. Als ik zo de receptuur bekijk van bijvoorbeeld uw verzorgingsproducten, dan valt mij dat op dat dat een heel korte ingrediëntenlijst is. En als ik dan zo naar potjes kijk die ik heb staan in mijn badkamerkast, ik pleit schuldig, dan is dat een enorm lange oplijsting van ingrediënten waarvan dat je dan eigenlijk ergens ook denkt van dan moet dat wel goed werken, want zo allemaal die ingrediënten dat ik niet begrijp, word je dan keihard met de neus genomen of... Ik vrees van wel. Ja, dat is zo. Dus ik heb zelf een opleiding gevolgd, aromatherapie. En daar hebben we een commerciële crème ontleed. En blijkt dat de meeste commerciële crèmes slechts 3% werkzame stoffen bevatten. En de rest is water, geleermiddel, dat goed smeert, parfum. Maar hoeveel tijd ben je daarmee bezig als je al je huishoudproducten en je schoonheidsproducten moet maken? Ja, als je natuurlijk zegt van ik ga aan de slag, ik wil het allemaal tegelijkertijd maken, ja, dan zal je wel een paar uur bezig zijn. Je moet ook alle ingrediënten gaan halen. Maar voor mij nu, op dit ogenblik, ik ben zeker niet elke week iets aan het produceren. Een dagcrème die gaat 3 maanden mee, een allesreiniger, een half liter, ja, daar doe ik ook waarschijnlijk 2 maanden mee. En naast gezondheid denk je dat je er ook wel enorm veel geld mee uitspaart? Ja. Wat zijn zo de bedragen die jij nu bespaart per maand of per jaar? Of? In ons geval, gezien met 5 personen, mijn echtgenoot en de 3 tieners toen, hebben wij het eerste jaar dat ik die omzwaai zo heb gemaakt, met vallen en opstaan en ook wel investeringen, bijvoorbeeld plastic snijplanken wegdoen en dan bamboeplanken in de plaats. Dus ondanks die investeringen hebben wij €5000 bespaard op een jaar.